Hoi, ik ga je vandaag mijn schoenencollectie laten zien. Favorieten voor het najaar. Schoenen die ik al heel veel heb gedragen afgelopen tijd. Of die ik nog verwacht veel te gaan dragen komende tijd. Afgelopen maart heb ik een soortgelijke video geplaatst, geüpload. En dat was toen meer voor lente, zomer. En ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Ook omdat mijn liefde voor schoenen steeds meer begint te groeien. Niet alleen sneakers, maar ook wat gekledere schoenen, laarsjes. Ik merk dat er toch wel wat meer mogelijk is bij mijn voeten dan ik in eerste instantie dacht. Ik moet er alleen iets meer naar zoeken, iets harder voor werken. Maar dan kan ik echt wel mooie exemplaren tegenkomen. Ik begin met mijn oude vertrouwde shabby's. Deze heb ik al een aantal jaar. En ja, shabby's kan ik echt aanraden als je op zoek bent naar kwalitatief goede, mooie laarzen. Ze zijn wel een beetje verpest. Ja, omdat ik dus een keer in een hele erge regenbui heb gezeten. En daar zitten er nu hier en daar wat lelijke lijnen op het leer. Ja, ik vind het eerlijk gezegd ook niet zo storend, omdat dit al een stoerdere laars is. Deze laars is al ja, wat nonchalanter en dan vind ik het ook niet zo heel storend als hij niet meer perfect is. En verder, het leer is wel gewoon heel mooi. Ze zitten heel fijn. En ik heb ze al een paar jaar en ik denk dat ik ze nog wel veel langer hou, omdat het ja, gewoon echt hele kwalitatief goede schoenen zijn. Als je naar iets zoekt wat lang meegaat, zeker een aanrader. Deze laarsjes ken je waarschijnlijk al wel. Ze zijn van Red Rag en ik vind ze echt ontzettend mooi. Hoe meer ik ze draag, hoe mooier ik ze vind. Hele mooie kleur en finish. Ik ben er echt heel gek op. En het zijn wat gekleden laarsjes die bij zowel een jeans als een jurkje goed kunnen. Zonder dat de hak heel hoog is. En ik vind het ook zo leuk dat het zeg maar een donkere schoen is. Zwart haast. Dus heel goed te combineren. Maar door het blauwe effect dat ze dan toch nog net wat specialer zijn. Mijn nieuwste aanwinst, hier ben ik super blij mee. Mijn Panthers. Dit zijn ja, een beetje hetzelfde model als mijn Red Rag. Alleen zijn ze van het merk Sam Edelman, als ik het goed uitspreek. Ik heb er al lovers van. Die heb ik al een paar, twee zomers geleden denk ik, gekocht. Heel erg mooi. En deze vind ik ook echt prachtig. Ze hebben een vachtje met daarop die luipaardenprint. En dit is ook weer zo'n schoen die gekleder is met een jurkje kan. Maar niet een hele hoge hak heeft. Maar toch wel, je voelt je er wel wat vrouwelijker in. Ik voel me in ieder geval wel vrouwelijker in dan in een sneaker. Je moet van dierenprint houden. Persoonlijk vind ik het wel heel gaaf. En ik denk ook dat het echt niet zo heel moeilijk te combineren is. Dat het een outfit echt wel iets bijzonderer kan maken. Ik heb deze dus nog maar net nieuw. Maar ik kan niet wachten om ze komende maanden lekker toe gaan dragen. En die heb ik net als Red Rag laarsjes via Omoda.nl. Dan mijn duurste schoenen. Hoewel ze in aankoop denk ik niet het duurst waren. Want ik kocht ze in de sale. En dat zijn deze Gucci sneakers. Ik was al eeuwen op zoek naar zo'n soort sneaker met van die gouden studs. Omdat ze heel goed draagbaar zijn, maar wel echt een stoerere touch hebben. Nou, deze kocht ik echt met heel veel geluk bij een schoenenwinkel in Arnhem. En die schoenenwinkel gooide alle duurdere merken eruit. Dus alle schoenen die ze nog over hadden van die duurdere merken, die moesten weg. En daardoor heb ik deze met flinke korting kunnen kopen. Ik ben er echt onwijs blij mee. Ik heb ze nu al best veel gedragen sinds ik ze heb. Ik denk dat ik ze in augustus heb gekocht. Deze Adidasjes draag ik ook heel veel. Super mooie bordeauxrode of aubergine kleurige suede Adidasjes. Ze zitten goddelijk. Er zit een soort gel kussentje, niet in de bal van je voet, maar in die deuk. Of in die, ja, in die kuil deuk. Daar. Ik vind het ook zo leuk dat dit dan zo een beetje hardvormig is. Echt van die fijne schoenen die je gewoon heel snel aantrekt. Zit gelijk goed. Een hele mooie kleur. Ja. Het wordt nu best wel koud en ballerina's zijn eigenlijk nog wat koud. Maar deze heb ik niet zo heel erg lang. Dus als het weer een beetje lekker is, dan ben ik toch wel geneigd deze toch nog aan te trekken. Ze zijn van Kenzo en ik kocht deze ook in de sale, in de uitverkoop. Of nee, in een outlet in Frankrijk. En ja, ik heb best wel moeilijke voeten met ballerina's. Het is ook echt zo lastig om dat te vinden. Dus toen deze goed zaten, wist ik gelijk, die neem ik mee. Ze hebben een hele mooie, aparte rode kleur met een hele gekke structuur. Het is wel leer, want ik dacht daardoor eigenlijk dat het geen leer was. Is het wel. En dus het bekende tijger logo, de tijgerkop op de neus. Deze zit er heel lekker bij, een hele fijne zool. Ik vond het wel eigenlijk niet zo heel mooi, maar je ziet hem niet. En hij zorgt er wel voor dat de schoen heel comfortabel zit. Ik vond de zool niet mooi. Maar ik bedoel, een zool is toch ook wel belangrijk. Dus deze ballerina's van Kenzo. En dan heb ik nog deze sneakers van New Balance. Mijn eerste New Balance sneakers. Ik vind de slangenprint ervan heel erg leuk. Ja, ik had eigenlijk het idee dat er een lichte roze kleur in zit. Maar het is meer groen nu ik er beter naar kijk. Ja, vooral groen. Maar hij zit er ook een heel klein beetje licht roze in. Hele fijne. Ja, lijkt eigenlijk wel een beetje op die Adidasjes qua model. Dus zijn ook echt heel licht, makkelijk aan te trekken. Lopen heel soepel. Deze zijn ook heel nauw sluitend. Ben ook erg blij mee. Wat lichtere schoenen ook qua kleur.
Die vind ik ook heel fijn en heel leuk. Nou, dat waren dan mijn favoriete schoenen voor het najaar. Nu krijg je wel een beetje, denk ik, een idee ook met die vorige video wat ik zo heb en wat ik zo draag. Goed, dat was de video voor vandaag. Bedankt voor het kijken en ik zie je heel graag zondag weer om 7 uur 's ochtends met een nieuwe video. Tot dan! Doeg!